Zandwegen in Paramaribo kunnen vanaf nu geëgaliseerd worden door het ministerie van Openbare Werken. Het ministerie heeft 2 machines aangeschaft die dit werk mogelijk maken, zei minister Riyad Noor Mohammed vandaag bij de start van het project het leveren, verwerken en verdichten van een mix materiaal op zandwegen in het district Paramaribo. En dat vond plaats aan de Frederikaweg in het resort Pontbuiten. Om een start te geven. Voor het leveren, voor werken en het verdichten van... We hebben 2 machines die brandnieuw, die standby zijn om geleverd te worden. Dus binnenkort kunnen we alles doen. Maar inderdaad, ik reed zo net in het resort. Want we hebben niet alleen dit resort. We hebben sommige resorts al gedaan. Beekhuizen is al gedaan. Latour een beetje. Livorno. Dus alle mensen van resorten mogen aanvragen. Maar we hebben een programma die we uitvoeren in elk resort. Dus niet alleen dit resort wordt gedaan. Ik kan niet altijd overal aanwezig zijn, dat is het punt. Maar alle resorten in Paramaribo worden aangedaan. Bezanden, egaliseren en terecht. Soms zie ik die bermen vol staan, soms zie ik goten helemaal verstopt. Dus we hebben wat meer werk. En daarom ga ik die brief lezen. Als er een grote schoonmaakbeurt moet komen, dan gaan we het organiseren. Dus ik vraag daar medewerker. We hebben maaiers, dus we kunnen maaien. We hebben wat halve poklijns, die kunnen ook werken. We gaan kijken. Maar... ik ga wel oproep doen. We kunnen als OW niet alle goten ophalen. Noor Mohammed gaf aan dat mensen de goten voor hun woning wel zelf kunnen onderhouden. Districtscommissaris Javin de Vulgens van Paramaribo Zuidwest zegt niet alleen de zandwegen te willen aanpakken. Om een start te geven. Voor het leveren, voor werken en het verdichten van mix materiaal op de zandwegen en op de strip. Kijk, ik ga het niet lang houden, maar ik hoop dat het niet hierbij wordt gelaten. Maar minister, ik kijk naar u. Laten we ook die kanalen en treinen ook aanpakken en vooral die bermen. Men, we krijgen die klachten en de mensen klachten. De wegen zullen worden voorzien van verhardingsmateriaal, een samenstelling van savannezand, klinkzand en basecores. In totaal zal er in Pontbuiten 11.000 kubieke meter van het materiaal worden gebruikt. De werkzaamheden voor het verharden van de wegen in Paramaribo worden in 2 fasen uitgevoerd, waarbij de eerste fase midden november moet worden opgeleverd.